Dames en heren, we zijn terug. En we zitten blijkbaar in een zandstorm. We zijn weer terug met Pokémon Violet. Het is je boy Sample Text op je beeldscherm. Wat staat er vandaag op de agenda? Ja, ik heb geen flauw idee. We gaan de map eens openen. We zien of er een coole objective in de buurt is. Ik zie hier al iets. Dus deze objective wordt het vandaag. What the fuck is er met die zandstorm hier? Ja, dat heb je natuurlijk als je een stad bouwt in het midden van een fucking woestijn. Misschien voordat we de video effectief kunnen van start gaan, gaan we een trainer battle kunnen doen. Oh, wow, 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 wow. Wat zit jij? Wat zit jij? Kom hier, kom hier. What the actual fuck? Dat is een Lizardman. Dat is Mark Zuckerberg. Cyclizar. Dat is ook gewoon een fiets of wat? Oh! First try? Cyclizar. Wat staat er in uw bio? Een dragon. Een normal dragon. It can sprint at over 70 miles per hour while carrying a human. The rider's body heat warms. Wait, the rider's body heat warms Cyclizar's backs and lifts the Pokémon spirit. Ja? En oh! Oh, Whoopie! Whoopie gaat evolueren! Finally! Oh, mijn Whoopie boy! Oh my fucking god! Oh, die heeft zo'n ditto face. Een klootzaaier. De Spiny Fish Pokémon. Nee, ik drukte op A. Een Eater. Hier is een Terrarate. Nee. Jawel? Nee, wat is deze? Dat is een... Wat? Wat is dat? Wacht, wat? Wat gebeurt er op mijn netvlies? Dat is gewoon een terrestrialize. How to catch a wild Terra Pokémon. You cannot catch a Pokémon while it's terrestrialized. You'll need to reduce its HP and break through its transformation first. Zuckerberg, your time to shine. Dat is een ghost type. Ik ben vrij zeker dat Bug super effectief is tegen ghost type. Oei. Ik ben vrij zeker dat Bug not very effective is tegen ghost type. Oh, en de legendary one try, one wiggle catch. Knacklestack, de rock salt Pokémon. It compresses rock salt inside its body and shoots out hardened salt pellets with enough force to perforate an iron sheet. Rare bone. Trainer. Oh, Gibble! Oh, Gibble! Yeah, I'm gonna have to try. Gibble, get your ass over hier. Grots. Manneke heeft bulldoze. Manneke heeft bulldoze. Dat klein ding op je beeldscherm heeft bulldoze. Aha, dank u. Dank u voor uw medewerking. Wat heeft die op zijn hoofd staan? Een bijl? Dat is een bijl, dat is een axe. Nevertheless, we gaan hem toch proberen te vangen. Ook al is het maar een basic Drowsy. Een Hypno is ook altijd cool, als hij natuurlijk nog altijd een Hypno verandert. Ik weet ook niet of je raid battles kunt falen. Blijkbaar niet. Voorlopig nog altijd niet. Hebben ze allemaal al gehad. Holy shit, we zitten al in Area 3 nu. Ik denk dat we een beetje uit orde zijn. Oh, er is een Scyther. Oh, Scyther. Oh, een Vigoroth. Ik wil weten welk level die mannen hier zijn. Level 31. Als ze niet in de bal zit, ga ik door. Holy shit, legend. Streamerlijk. Persian. Item. En daar is het stadje. We zijn gearriveerd. Oh, hier is een Primeape. Maar jong. Ja, we vangen de Primeape, hè. We skippen gewoon een stap. We skippen gewoon een stap. We skippen de evolutie. We vangen de Primeape gewoon. 200 IQ move.
Yes, we got him. The Pig Monkey Pokémon. Some researchers theorize that Primeape remains angry even when inside a Pokéball. Geen nickname. Add to party. Sorry, Mankey. Het spijt me. En dan om een Annihilate te krijgen, moeten we een move gebruiken. Om een level omhoog te gaan. Ik weet wel niet meer welke de move was. Ik denk Raging Fist of zoiets. Is dat een gym dat ik hier zie? Is dat een gym? Gaan we nu al de derde gym doen? Ben ik daar klaar voor? Zoiets staat in de Mona hier ook al. Nee, geen Mona. Geen Mona. Maar Mona gaat mij nu opbellen. Ja, hoe wist ik dat toch, hè? Hey Yoni, it's me. How's the gym journey? Which one are you going for? Wait, seriously? I'm close by. Hang on, I'll come say hi. Echt een stalker. Echt een stalker. Ik heb het al 5 keer of zo gezegd. Het is echt een stalker. Gym warm-up? Gym warm-up? Gaan we battelen? We gaan battelen. We gaan eerst een Mona battle. Eerst een friendly rival battle. En dan kunnen we de gym doen. En dat is misschien maar goed. Dan kan ik een beetje zien wat levels dat die allemaal hebben. Anders weet ik of ik een trainingmontage moet gaan gebruiken. Wat je moet gaan doen. Of dat ik gewoon straight de gym kan doen. Dit is wel cool. Een battle in de rain. Met heel blije muziek. Een rockruff. Die heeft daar een hond nog niet eens geëvolueerd, jongen. Level 21. Nice. Howl. Jij moet jij zoveel howlen als je wilt. Oei. En double team. Die mens gaat hier nog strategie gebruiken. Manneke gaat echt nog strategie gebruiken. En de flinch. Wauw. Die Rockruff heeft meer geluk dan elke andere Pokémon in de geschiedenis van Pokémon. Ja, die is een full setup aan het doen. Double team. Howl. Ik die alles mis. En nog een double team. Oei, oei. Die gaat mij sweepen met enkel Rockruff. Ah, wacht. Ik kan deze gemakkelijk counteren. Ik heb Magical Leaf. Dat duurde even, maar mijn hersenen werken hoor nog, hoor. Ze werken nog. Ik kan echt de comments al zien. Oh, gebruik de Weed Cat toch? Die heeft toch Magical Leaf en dat kan niet missen. She's about to send out Palmy. Ik ga terug naar mijn Whoopie. Check mijn Whoopie boys gaan. Oei, manneke heeft dik. Dat is niet goed. Moeten we nog maar een mudshotje doen? Bam. En dan heeft hij ook nog een Quaxwell. Gelukkig heb ik de Weed Cat gekozen. Don't pat yourself on the back just yet. My next Pokémon's gonna turn the tables. En die denkt dat gewoon, hè. Die durft dat te denken, terwijl die weet dat dat een watertype is. Ik ga niet eens terrestrializen. Dat is niet eens nodig. Gewoon Seedbomb. Hey, kijk eens aan. Ik heb dat niet eens nodig, een Terrestrialize. Sit down, zeggen we dan. En toch blij, hè. Echt, ik krijg echt creepy vibes van de Mona. Dat is echt een wants to be dominated. I hope you get even stronger. Like, way, way stronger. En dan dat gezicht, kijk, dat is echt een I want to be dominated. Dat is echt gewoon de I want to be dominated meme. Want to be dominated? We'll dominate you. We'll ask you to be gentle. Heeft die bitch mijn Pokémon geheeld op zijn minst? Oké. Welcome to the Medali Gym.
Let me register you as challenger, Madame Yoni. Great. Now I order to face gym leader Larry. You'll need first pass gym test. Here at Medali Gym, that means ordering special secret menu item. Specifically, a menu item at the Treasury Eatery, as much loved restaurant here, Medali. And order correct. Het zal er wel bij staan. Dat is waarschijnlijk zo'n hele grote pijl bij van hier. Dit is de secret menu om in de gym te komen. Pak dit. Order the secret menu item. Ik ga treasure. Treasure doet me denken aan de zee en piraten en vissen. En piraten zitten allebei in water, dus grilled fish. Oei, what size? Large, of course. Flamethrower style. Extra crit. Ik ga flamethrower. Anything to garnish your order. Nee? Imagine, dat is het gewoon. Imagine. Oei. You must be a gym test challenger. Here's a tip for you. A nice squeeze of lemon. Oké, dan weten we het al. Nice squeeze of lemon, ja, hebben we juist ook gehoord. Je hebt werkelijk herhaald wat de mens naast u zei. Maar kan ik niet? Ik mag niet met deze mens praten. Oké. Nou, toch gewoon naar hier. Holy shit, dat is hier groot. Maar daar kan ik niet in. Ik praat toch gewoon met deze mens. Dat was niet de mens. Dit is de mens. Open up wide. Maar kan ik ook niet met u praten? Nee. Nee, mag niet. Mag niet. Ja, ik heb het gegoogeld. Het spijt me. Ik heb vals gespeeld. Het zijn de rice balls. Medium rice balls, extra crispy with lemon. En dan krijgen we een mooie cutscene. Wat? Dat verandert gewoon in een battlefield. Congratulations, you have the right to challenge the gym leader. Dat was echt... Dat was by far de domste gym test die we tot nu toe al hebben gedaan. We hebben er nog maar 3 gedaan, maar dit is by far de ergste. Do you want to face the exceptional everyman himself, gym leader Larry? Ja. Larry. Maar jong, dat is de Larry gewoon. De Larry zei gewoon dat we lemon moesten gebruiken. I'm Larry. I'm assigned to work as the gym leader of the Medali Gym. Good job on making your way through the gym test. I cheated, sorry. And well, maybe try the other dishes on the menu too sometimes. Everything's good here. Anyway, my boss will dock my pay if I spend too much time chit-chatting. Let's get this battle over with. Ik ga ervan uit dat dat een steel type is, aangezien die grijze dingetjes overal. Op de map en zo. Ofwel normal, één van de twee. Gym leader Larry. En een koala. I just ate, so let's not go too hard. Oké. Level 35? Nemona, what the fuck? Je wacht level 21, 22 en dan kom ik hier met mannen van 35 uit. Die heeft mij echt zwaar geluurd. Die heeft mij heel zwaar geluurd. I lost. No. Ik ben zo hard geluurd door Nemona. Deze is toch de derde gym, nee? Of heb ik één geskipt? Waar ik het niet van af weet. Want daar staat ook niet bij. Eerste, tweede, derde. Maar we zitten in... Area 3. Dit is Area 2 en hier is ook nog iets. Dat is Team Star, denk ik. Ik zeg gewoon fuck it, we gaan een area terug. We gaan gewoon naar hier. Hoe raak ik daar? Wauw, we zijn er geraakt. En niet omdat ik helemaal geen enkel woord heb gezegd onderweg naar hier, maar we zijn er geraakt. Geen Pokémons gevangen, gewoon straight naar dit dorpje. Onze nieuwe bestemming. Artisan Town. En hier staat... Hier is een gym. Ik denk dat deze meer ons level gaat zijn. Welcome to the Artisan Gym.
Let me register you as a challenger. Your name is Yoni, yes? Correct? Great. Now, in order to face gym leader Brassius, you'll first need to pass the gym test. Here at the Artisan Gym, that means completing a game of Sinflora Hide and Seek. As you may know, Artisan is a city of artists. The artwork made by the people here is largely inspired by nature and the sun that nurtures it. Since Sunflora embody these concepts, we try to gather them and take good care of them. Your job today is to find the Sunflora located throughout Artisan. Hier is er één, maar dat is een standbeeld, dus dat telt waarschijnlijk niet. Hier is een Sunkern, nee Sun... Oh, hier zijn er gewoon drie! Er staan er gewoon drie! Die staan mij gewoon uit te lachen! 1... 2... 3! We gaan goed de angles checken. Goed de angles checken. Daar. Oh, hierboven hoor ik ook iets. Dat was misschien die. Maar ik vertrouw het niet, ik ga hierin checken. Jawel hoor, jawel, jawel. Hierachter staat eentje. Dit is wereldrecord tempo. We zetten speedrun tempo. Hello guys, this is your boy Sample Text. We are doing speedrun world record from gathering sunfloras in this town. Like, subscribe, share my TikTok for more world records in Pokémon. Hierachter stond iets geels. Jawel. Ik weet ze gewoon allemaal precies perfect staan. Nog eentje, nee. Volgens mij zijn er gewoon meer dan 10. En Oh nee, standbeeld. Oh, daarachter. Oh, maar ja, zie, er zijn er meer. Want hier staat eentje en daar staat eentje. Dude, ze wandelen echt 5 fps. Ik wil er wel een foto mee. Kan ik er een foto mee maken? Dit is een mooie thumbnail. Oh, check dat veld. Bloemen in de achtergrond. Windmolen. Het is precies of we in Holland zijn. Precies of we in Nederland gewoon aan het chillen zijn. Maar de mannek heeft een whip. He likes BDSM. I am Brassius, an artist specializing in grass-type Pokémon. I am also the gym leader here at the Artisan Gym. I was observing your gym test from atop of that windmill. Creep. The perception you displayed in finding Sunflora was truly... Oh, how shall I describe it? It was truly avant-garde. I only pray that you might demonstrate that eye for beauty in our battle as well. Let's go then. Yeah. Oh man, ik heb gewoon de whip. Petty little level. Art is creation and destruction. Struggle, else your defeat will nourish my Pokémon. Level 16. Oei, 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 dit wordt mijn sweep. Ook maar level 16. En dan een Sudowoodo. Ik denk dat dat een terrestrialized manneke gaat zijn. Aangezien hij aan zijn monoloog begint, zit de kans er ook wel dik in. Dus Poison Tail. Allow me to touch this workup slightly. I will call it Truly Voodoo. Manneke heeft ook gewoon een bloem op zijn hoofd. De terrestrialized vormen zijn wel eigenlijk niet zo speciaal. Hè? Je hebt zo'n beetje kristal en dan gewoon een bloem. En of een kraan of een bijl. At times, art becomes a rage against the clock. Let us increase the pace. Kom op, Whoopie. Kom op, Whoopie. Kom op, Whoopie. Poison Tail, Whoopie. Man, ik ga het eerst Trailblaze gebruiken. Maar dat heeft allemaal geen nut. Want het is maar level 16.
You defeated gym leader Brassius. Dat is al de derde gym dat we hebben. Oh, holy shit, die squad. Oh, what artistic tactics you employ. The patterns of your moves. The minute details of your Pokémon's performance. Everything you did was owned to perfection. Our battle was, in words, art. Indeed, if we could not call that a work of artistry, then nothing else in this world could be labeled as such. If I were to judge your work, I would say it passes my inspection. Yes, a pass without exception. As proof of your artistic powers, prowess, you may have my gym badge. En een Instagram foto. Of course de Instagram foto. Never forget the Instagram foto. If you possess 3 gym badges, it will be easier to catch Pokémon of up to level 35 and those Pokémon should follow your commands as well. Dank u. Als we deze nu juist hadden, bij de vorige gym, dan hadden we die ook verslagen. Want de enige reden dat we niet hadden gewonnen was natuurlijk omdat onze vogel niet luisterde en omdat Primeape niet luisterde. Dat was de enige reden. Maar de vogel gaat nog altijd niet luisteren. Oh, die wijf. You just defeated the gym leader, yes? And your name is Yoni, if I recall correctly. Tell me, do you seek to become a champion? Ja, that was the fastest yes in the West. Just what I hoped to hear. You have a rare talent, especially for your age. Dank u. Oh, but I've gotten ahead of myself. I am Gita, chairwoman of the Pokémon League, the organization that runs these gyms. As you seem to be collecting gym badges, I suspect we'll meet again down the line. Woorden, Nederlands. Dames en heren, dit was je boy, sample tekst op je beeldscherm. We hebben 2 gyms bezocht. We hebben 1 gym badge gekregen. Helaas hebben wij 1 verloren. Maar zo'n dingen gebeuren nou eenmaal. Like, subscribe en dan zie ik jullie in de volgende. Ciao.